Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Gehuild, net nog. Echt waar? Ja, maar hoezo? Op Instagram doet iedereen zich veel gelukkiger voor dan die is. Zouden we ook daar niet wat kwetsbaarder moeten zijn? Zitten jullie op social media? Ja. Merk jij dat heel veel mensen zich veel gelukkiger voordoen dan ze eigenlijk zijn? Nou, 9 van de 10 keer wel, hè. Even wat groter voordoen dan ze zijn, ja. Ik heb zelf ook bij mensen op Facebook die... ja, zeg maar, het perfecte gezinslevertje uitstralen. En dat ik ze privé ook wel ken. En dat je dan weet dat niet alles altijd heel soepel verloopt. Ik zie Instagram meer als een platform waar je gewoon je successen kan delen. Dus. Alleen maar je successen? Ja, waarom niet? Ja, zou het goed zijn als we met z'n allen wat kwetsbaarder zouden zijn? Ik denk dat het wel beter is. Bent u dus ongelukkig? Ja, maar dan ga ik ook niet zomaar aan de grote klok hangen, zeg maar. Maar wel de positieve dingen. Positieve dingen wel. Ik heb wel eens momenten dat ik dat het wel wat beter kan, ja. Ik ben op het ogenblik helemaal niet ongelukkig, maar ik ken wel de keerzijde er inderdaad van. Ik ben zelf burn-out geraakt geweest. En zouden we wat kwetsbaarder moeten zijn met z'n allen op social media? Ja, misschien wel. Dan wordt er een wat echter beeld geschetst. Wanneer heb jij dan bijvoorbeeld voor het laatst gehuild? Goh, dat is een hele goeie. Ja, dat weet ik zo niet. Nee, dat weet ik zo niet. En wanneer was je voor het laatst ongelukkig? Vorige week sowieso wel. Waarom? Ja, dat maakt niet uit. Dat ga ik je niet zo vertellen. Nee. Nee. Op het moment gebeurt er gewoon veel. Ik krijg een nieuwe woning. En toen had ik ook nog een parkeerbon gekregen. En alles bij elkaar was gewoon een beetje een druppel. En dan laat je wel eens wat tranen vloeien. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou, misschien vorige week of zo, denk ik. Zoiets. Zullen we even dan op jouw Instagram even een lekker treurige post plaatsen? Een treurige post? Een kwetsbaar verhaal. En wat dan? Nou, van vorige week. Ah, nou, nee, dat hoeft niet per se van mij. Nee. Heeft u wel eens last van plasangst? Nee hoor. Ik doe het overal. We houden meestal van elkaar vast, dus wij hebben geen plasangst. Vooral die grote mannen urinoirs vind ik altijd wel intimiderend, ja. Dus als de mensen bij jou kijken? Ja, dat mensen gewoon of mij wel aan mijn lul willen zitten of zo, weet je. Echt waar? Ja, dus dat hou ik niet van.